jullie nog wat liefs zeggen tegen elkaar? Nee. En jullie zijn boos op elkaar, man. Wie is sterker voor jullie? Ik. Nee. Ik ben het gewoon. Welkom bij Toezaan TV, oftewel de grote helden van de kleine velden on the pitch. Ik ben met de tweeling van AZ, Rekketetet. Dit is Hessel, dit is Tycho. En we gaan beginnen met de battle. De battle met voetbal challenges. Ik heb een aantal keepers heb ik gevraagd om hier te komen. Dat zijn hele, hele goede keepers. En we beginnen met de eerste challenge. Elke keer als je scoort, krijg je een punt. Wat wil je zeggen tegen jouw geliefde broeder? Ja, veel plezier, maar hij gaat niet winnen van me. Dus... veel plezier. Microfoon, even iets harder praten. Veel plezier, maar je gaat niet winnen van vandaag, dus veel plezier. Waar kijk je hier daar naartoe, man? Hij doet zo. Veel plezier, dingen. Is er iets met je nek? Nee. Oké. Ik ga geen succes meer wensen. Ik ga winnen. Steen, papier, schaar, wie er als eerste de penalty gaat nemen. Dus hij moet eerst. Hij moet als eerst? Ja, deze boys zijn dus uitblinkers op FC Straat. De Street Captains. Undefeated, ze hebben iedereen tot nu toe gepakt. En daarom dacht ik van, weet je wat, laat even een keer laten zien hoe ze op het veld presteren met penalties. Maar man, het is aan jou. Eerste penalty, ik ga gewoon rustig bewegen. En kijken waar de keeper gaat duiken. En dan schiet ik hem andere hoek erin. Hij moet op de stip, toch? Wacht. Hij raakt jouw bal aan, bro. Hij raakt jouw bal aan. En trouwens, laat even kennis maken met de keeper. Stel jezelf even voor, my man. Ik ben Justin Beck, ik speel wel als forward onder de 16-2. Achterlijk hoor! 1-0 voor Tycho. Ik heb gehoord, iemand van jullie twee doet alles voor Cammy. Wie was dat? Maar dat is ook niet eens waar, daarom. Hij zegt echt, als er Cammy is, dan doe je alles. Hij ligt juist voor die camera, snap je? Ja. We gaan door naar twee keepers. Wie hebben wij daar? Mijn grootste nachtmerrie. Ik weet niet of je het weet, maar dit was die dame die voor mij die keeper tegenhield. Ik heb echt veel slechte reacties gekregen over mij, hè. Je hebt mij echt gewoon problemen bezorgd. Ja, maar ik ga deze jongens ook problemen bezorgen, dus... Pas dat jullie uit, hè. Hé, ze had ook penalty van mij gepakt, hè. Ze gaat jullie ook problemen verzorgen. Juist nu ze me heeft uitgedacht, ga ik juist in de hoek scoren alsnog. Oké. Kom maar. Zo! Hij zegt, nu je hebt gepraat, gaat hij je juist afmaken. Ja, ik moet zeggen, dat was een goede penalty. Jij doet gymnasium, hè? Ja, VWO. Jij doet VWO? Ik zie, je bent een slimme boy. We gaan naar 3 keepers. Dit is het probleem. Hessel, zeg even wat tegen je fans. Je hebt tegenwoordig fans en zo, wist je dat? Je hebt fans, hè? Wat wil je zeggen tegen je fans? Deze ga ik voor jullie prikken. Hij is punaise geworden, hij gaat prikken. Oh. Nou, de kleinste van de drie, dat doe jij bewust, hè? Voor de fans. Mr. VVO, hij gebruikt zijn hersenen. We gaan naar 4 keepers. Zakelijk. Waar is je koffer dan? Hij zegt zakelijk. Waar is je pak dan? Hij komt in trainingspak, zakelijk. Hessel. Dit was para, dit was crossbar. En via haar achterhoofd ging die alsnog erin. Ben je duizelig? Waarvan? Van, zeg maar, kom op je achterhoofd, toch? Nee, het was mijn hand. Oké, dat was niks aan de hand. Niks aan de hand? Nee. Oké, het gaat allemaal goed? Ja. Het is tot nu toe niet jouw dag. Nee, het is niet mijn dag, maar er zijn andere keepers om me heen, hè? Het is anders, hè? Ja, het is anders. Krijg je zo meteen nog een kans dat je alleen tegen hun gaat, ja? Ja, maar dan heb ik ze sowieso. Wow. 4-3. 5 keepers. Het is niet jouw dag, hè? Hahaha.
Ja, nu had ze hem, nu had ze hem. Echt een SO naar haar. 1 op 1, het staat 4-3. Wil je nog wat liefs zeggen tegen elkaar? Nee, nee. En jullie zijn boos op elkaar, man. Maar eerlijk zeggen, wie is sterker voor jullie? Ik. Nee, nee, niet ik. Ben het gewoon. Durf je die armpje druk straks? Armpje druk kan. Kan? Oh ja, kan. Ja. Bij jullie is volgens mij echt dat hij net zo lang doorgaat dat arm breekt. Ja. Laten we dat maar niet gaan doen. We gaan wel naar 1 op 1 op de keeper. Ze niet uit elkaar kunnen halen. Dit is Hessel, dit is Tycho. 3, 2, 1. Kom maar. 1, 1. Okay, nu wil je weg van die Cammy, hè? Lekker voor hem, hij wil gelijk schieten. Hij schiet 3 meter naast. Wordt afgeleid van, door mij, dus hij schiet naast. Dat betekent dat hij nu gelijk kan komen. Druk is hoog, hoor dit. Tudum, 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 tudum. Eerlijk zeggen, deze gaat op je Insta, hè? Misschien. Wat is je Insta, zeg maar? Tycho AZ015. Als je deze scoort, ga ik misschien ook wel shine geven op jouw Insta, hè? Goed. Ja, is goed. Wat is je Insta? Hessel_AZ. Hey, volg deze mannen. Oké, okay, ze hebben gelijk dubbele volgers. Ze zijn twee dingen. Ze zijn samen 1, 5, 4. Tycho, kom maar. Oh, hij wil mooi doen. Je moet zakelijk zijn. Maar die lekker tof doen. Ik pak hem toch. Dit kan 6-4 worden. Nee, ik was goals. Deze man is zo zakelijk. Een zakelijk Insta-account krijgt geen volgers erbij. Je moet een beetje jus brengen, man. Dit is geen jus d'orange, man, bro. Dit is droog brood, man. Een beetje salsa gooien, je weet toch? 6-4. Je zegt gewoon over je broertje, domme jongen? Ja, domme jongen. Wat, omdat jij VWO doet? Ik doe ook VWO. Hij doet ook VWO. Is niet te zien, hè? Hoe doe je... Wacht even, jullie doen... Dat is leuk. Kom even, wacht. Is niet te zien. Wat is niet te zien? Dat hij VWO doet. Dat vind ik alleen een compliment, hoor. Is dat zo? Ja, dat zien mensen als een nerd uit, toch? Ja, ik vind het alleen een compliment, hoor. Ja, ik vind het een compliment dat jullie allebei op VWO zitten. Hoe doen jullie dat met huiswerken? Doen jullie samen huis? Dat is wel moeilijk. Nee, samen. We zitten in andere klas. Waarom is het moeilijk? Jullie zitten allebei op VWO. Jullie zijn tweeling. Kan je toch huiswerk delen? Nee, andere klas. Dat kan wel. Waarom zijn jullie andere klas? We zaten op basisschool al 8 jaar met elkaar, dus we dachten even wat anders. Jullie dachten dat? Ja, wij dachten dat. Het werd jullie te veel. Ja. Gaan jullie diploma halen? Ja. Als ik contract heb, dan ga ik niet verder, maar anders wel. Wat zeg je nou? Hey bro, je bent nooit uitgeleerd. Stel je nou voor dat je straks geen manager nodig hebt, dat je zo slim bent, dat je gewoon zelf geen manager. Hoeveel kan je die doekoe bij jou? Kan. Jawel, kan. Hij gaat nu zijn best doen bij rekenen, weet ik zeker. Wiskunde, hij gaat nu opeens alle beste cijfers halen. Yes, hoeveel staat het? 6-4? Ja. 3, 2, 1, go. Je laat je gek maken, hè? Ik kon het doen. We gaan een skills battle doen. Om en om gaan jullie een trucje doen. Net zolang totdat iemand anders geen trucje meer heeft. Maar hij moet wel goed uitgevoerd zijn. Steen, papier, schaar, wie er moet beginnen. Nee, hij begint. Hij begint, slim. Hey, slim. Als hij fout is, is gelijk klaar. Is gelijk klaar, bro. Oké, netjes. Kom maar. Ja, slim. Okay. Bal omhoog halen kan ook. Ja. Het is gewoon eentje. Nee, joh. De doppen omhoog, bro. Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Hè, ja. Ja, wacht even denken. Heb je geen trucje meer in de lucht? Het is klaar, kom. Ja, ja. Ja, sorry. Ik tel hem goed, bro. Hij had hem even wat stil op zijn nek. Was wel even een skeren, maar hij had hem wel. Nee! Nee, je hebt niet hoog gehouden. Nee.
Dit punt gaat naar de one and only Tigo. Dus de tussenstand zes, is... 6-6. 6-6. Hoe oud zijn jullie? 14. Wat gaan jullie doen als je 16 bent? Wat is het eerste wat je dan gaat doen? Ja, ik weet het echt niet, man. Dat kijk ik wel, ik weet niet. Over 16 gesproken, we staan op de 16. Je mag om en om schieten vanaf de 16 meter lijn. 6-6, de battle is aan. Trouwens, als jullie verliezen, wat gaat gebeuren? Billy. Billy? Ja. Oké, okay, Billy Jeans. Vanaf de 5. Oké, okay, man. Zeepapier schaar, wie deze gaat beginnen? De M van Matig. Dit is waarom ik het daar neerleg. Probleem. Ik zie het aan zijn hoofd. Hij is normaal die topscorer bij Street Captains, maar nu heeft hij problemen. Oké okay dan, 7-6. Het kan 8-6 worden. Mentale tik hier zo. Oh! Ah! Ik ging wat proberen toch? Hij is schouder uit de kom, alles. Gaat goed met mijn schouder. Dat is alles zakelijk toch? 8-6. Oh. 8-7. The game is on. Hey, die is gek van jou, hè? Die rechterhoog. Ja. Dat is gevaarlijk. Je hebt het gehad. Een vaste trap. Het is 8-8. Maar Tigo heeft nog één beurt. Ja, klasse! Oh, wat een redding! Ah, deze keeper pakt alles! Het is tijd voor volleys. Het staat 8-8. Ik hoop op hele mooie doelpunten. Wie van jullie gaat beginnen zonder steenpapier schaar? Ja, bij AZ spelen ze alles over de grond. Nee. Kan iemand voorzet geven of zo? Ik weet niet wat met jullie volleys aan de hand is. Nee, ik ben degene die die voorzetten moet geven, daarom. Oh. Nee. Nieuwe trainingsoefening voor jullie. Ik ga met jullie trainer bellen. Volleys oefenen. Het is echt moeilijk, hè. 3, 2, 1. Ik ga eens even laten zien hoe het moet. Ik ben oud en fit. Check mijn outfit te bestellen op fcstraat.com. Not a player for the bench. Eén. Kijk hoe vet dit is. Gewoon die touwtjes zitten hier. Als je gaat rennen, kom eens niet tegen je gezicht. Support ons. FC Straat. Kan je ze bestellen. Oké. Okay. 2. Maar wacht, jullie hebben 2 pogingen gehad, hè? Oké. Eentje tot nu toe. Okay, dat ging even fout. Wat was dat dan? Wil je nog eentje zien? Ik gooi de lage. Oké, wil je nog eentje zien? Kom. Wil je nog eentje zien? Oké, goed. Moet ik nog meer laten zien? Wat is die Tori? Nee. Oké, 3, 2, 1. Kijk eens. Ik heb van u geleerd. Ik leer snel. Nee, luister dan. Afkijken mag niet, hè, bij VWO. Bij mij mag je afkijken. Hè. Goed gedaan, jongen. Hey. 9-8 voor Tigo, hij kan 10-8 maken. 3, 2, 1. Ik denk dat het moeilijker is dan je denkt. Tuurlijk niet. Maar gewoon simpel erin, man. Waarom zo hard schieten? Je kan gewoon rustig in de hoek knallen. Rustig blijven in je hoofd. Ijskoud, ijskonijn. Kom maar. 1. Ja. 9. Oké, ready? Deze was wel gek. Eerlijk is eerlijk, je hebt weer goed afgekeken. Ja, het staat 10-9. En dat betekent dat we nu naar de laatste ronde gaan. 1 tegen 1. Eén van jullie gaat verdedigen, eentje gaat aanvallen. 5 pogingen in totaal. En omdat jij achter staat, mag jij als eerste beginnen. Dat betekent dat jij 3 pogingen krijgt en jij 2. Gaan we daarmee akkoord? Ja. Super aardig, man. Maar wacht. Als ik hem afval, ik wacht, ik ook scoren. Nee. Of willen jullie dat? Het is trouwens goed idee. Willen jullie dat? Ja? Daar gaan we voor. Wanneer is die bal dan helemaal uit? Als hij de 16 uit de 16. En dan als hij weer uit de 16 gaat. Goeie. Oké, man. Ga maar staan, Hessel. Oeh, hij heeft hem. Nee. Hij heeft hem. Oh, doet no look.
Oei. Wat zei je nou? Terwijl je op de grond zat, zei je iets tegen hem? Je zei nee. Hé, jullie zijn allebei vandaag een keer gevallen. Dat is mooi, man. Nee. 11-9. Hij moet scoren nu. Eigenlijk een mislukt schot, ik weet het zeker. 11-10. Tycho kan niet tegen zijn verliezen, alhoewel hij voorstaat. Hij zegt, het was een mislukt schot. Het was gewoon een prachtige bal door de benen. Als jij nu scoort, is het helemaal klaar. Hij doet het. 11-11, dit is alles of niets. Hessel, jij kan alsnog winnen. Wie zag dat aankomen? 3, 2, 1. Nee, die gooit me. Ik wou bijna afsluiten, maar dat gaat niet gebeuren. Want jij gaat Billy krijgen. Oh ja. Jij gaat Billy krijgen. En daarna gaan we met z'n allen afsluiten. In ieder geval voor deze. In ieder geval bedankt, keepers. Super bedankt. Dankzij Keepers Handschoenen TV. Heel veel love naar hun. Check ze even in de linkje in de beschrijving. Abonneer ook als je keeper bent en super geïnteresseerd bent. Ze hebben de beste spullen, maar ook de beste content voor keepers. En nog een speciale shout-out naar Mareze. Als enige dame vandaag heeft ze wel weer een paar mooie dingen laten zien. Oké, okay, tijd voor Billie Jeans, man. Gelukkig was die mis, anders moest ik ambulance bellen. Dank jullie wel voor het kijken. Volg deze boys op Instagram. Aanstaande zondag, FC Straat om 4 uur. Standaard. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daarom de laatste video te zien. En klik daarom gratis lid te worden van de grootste voetbalclub van Nederland. FC Straat. De straten waar de magie ontstaat.